Ja, we staan hier bij de ijsbaan in Boksmeer en ik sta bij... Ellie van Kraai, zet in bestuur. Ellie, hoeveel weken staat de ijsbaan er nu intussen? 4 weken, dus een van de laatste dagen. Morgen kunnen ze nog schaatsen van 10 tot 6. En dan zit het erop. En nou is vanavond gezellig druk, want wat is er op het moment aan de hand? De curlingfinale. We hebben 8 avonden curling gehad en dat is 64 teams hebben we gehad. 2 winnaars elke avond en er zijn nu 16 teams aan het kampen tegen elkaar. Als die inschrijving er is, is het gauw vol? Is er veel animo voor? Heel veel animo. Als we willen kunnen we denk ik wel 80 teams hebben. Ja. Nu staan we hier op het plein bij het gemeentehuis. Dat gemeentehuis gaan ze verbouwen. Hoe is het volgend jaar de planning? Ja, we hopen dat we hier gewoon kunnen blijven staan omdat het gemeentehuis naar achteren uitgebouwd wordt. Met hekken ervoor. Dat we toch die mogelijkheid hebben, want we hebben hier natuurlijk horeca en de andere, ik zou niet weten in Boksmeer waar we anders moeten gaan staan. Nou hebben jullie veel vrijwilligers nodig. Is het gelukt om weer aan al die vrijwilligers te komen die ieder jaar moeten helpen? Gelukkig wel, we hebben er bijna 100 en daar zijn we heel blij mee. Van bouwploeg tot schaatsverhuur, toezichthouders, kassamedewerkers, we hebben een versierteam, we hebben EHBO'ers, we hebben alles. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Nou, hartstikke mooi. En nou gaan we naar de finale kijken natuurlijk. Hoor. Dat gaan we doen. En dan, je hebt net de trofee gezien die ze kunnen winnen. We hebben elke baan hebben we 1 winnaar en die spelen dadelijk nog een keer tegen elkaar. En dat is de echte winnaar. Nou, veel plezier nog vanavond. Dankjewel. En we staan hier bij Maurice van Erven. Maurice, heb jij ook al meegedaan? Ja, wij zijn, dit is de tweede keer dat we meedoen. Dit is de finale. Dus we zijn behoorlijk gespannen. En het team bij jullie hebben mannen, vrouwen gemengd? Tuurlijk, altijd gemengd, hè. Vrouwen voorop en de mannen erachteraan. Als jullie nou, stel dat jullie vanavond winnen. Voor de hoeveelste keer hebben jullie dan de trofee? Nou, dat wordt dan de eerste keer, hoor. Oh, dus het is nog niet van dat jullie al zo vaak met het plaatje op die trofee staan? Nee, geen één keer. Maar het is ook niet te oefenen. Hè. Het is een heel moeilijk spelletje en de afstand moet je goed overbruggen, maar dat is heel moeilijk. Wat is er nou zo leuk aan curling? Gezelligheid, hè. Het gaat niet om het winnen, maar voor de gezelligheid. Sven van der Bok heeft natuurlijk fantastisch voor elkaar. De organisatie heeft het geweldig voor elkaar. Het is gewoon één feest. Nou, ik zou zeggen succes dan, want dan is het inderdaad de eerste keer, wie weet. Ja, het is wel gespannen. Hè? Ik doe wel heel rustig, maar de spanning zit er wel goed op. Dus als ik de microfoon op jouw hart zou leggen, dan hoorde hem aardig kloppen. Dat denk ik wel, maar dat is altijd. Hey, gelukkig wel, succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Thank you.
Thank you.